De beeldenstorm in de Verenigde Staten kwam afgelopen weekend tot een hoogtepunt in Charlottesville. Maar waar ging die Amerikaanse burgeroorlog eigenlijk over? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Afgelopen weekend was de Amerikaanse burgeroorlog weer onderwerp van gesprek. Het plan om het standbeeld van de zuidelijke bevelhebber Robert E. Lee weg te halen riep protesten op die dit weekend escaleerden. Maar waar stond die generaal eigenlijk voor? We praten er zo over door met Europarlementariër en Amerika-kenner Peter van Dalen. Maar eerst wat anders. Het ziekenhuis van de leprazending in Bangladesh stond afgelopen dagen volledig onder water. Daardoor kon het werk van de organisatie niet doorgaan. En ook het werk in Nepal leidt onder grote overstromingen. Aan de telefoon Henno Coupri van Leprazending Nederland. Goedenavond, meneer Coupri. Ja, goedenavond, meneer Pasterkamp. Ja, die overstroming van het ziekenhuis in Bangladesh, wat is daar de actuele situatie? Ja, op het moment is het zo dat er hele zware regens zijn geweest in het weekend. Dat heeft tot veel overstromingen geleid in India en Bangladesh en ook in Nepal. Mm-hmm. In Bangladesh is het zo, vooral in het noorden, dat de rivieren die waren snel te vol, zeg maar. Dus die zijn overstroomd. En dat heeft onder andere ook ons ziekenhuis DBLM in Nilphamari is behoorlijk overstroomd, zowel buiten als binnen. En ook in de omliggende districten is ook heel veel van ons werk eigenlijk onmogelijk gemaakt. Ja, wat betekent dat voor de patiënten in het ziekenhuis? Ja, voor de patiënten betekent een gedeelte van de patiënten is wat minder getroffen. Die zit in een nieuwe ward, zeg maar, de nieuwe zalen. Die waren iets hoger, maar met name de oude zalen en ook de operatiekamer en ook de kantoren, die staan helemaal blank. Ja. Dus ja, het gaat, maar is erg vervelend en niet zo hygiënisch. Ja, want operaties zijn ook niet mogelijk, begrijp ik. Nee, want de operatiekamers zijn helemaal overstroomd. En langzaam neemt het wel wat af. Maar ja, een operatiekamer moet helemaal schoongemaakt worden en dan gedesinfecteerd. Dus er zijn helemaal geen operaties mogelijk op het moment. Ja, nu is die wateroverlast niet alleen in Bangladesh, maar ook in Nepal, zei u al. Ja, kunt u schetsen wat daar aan de hand is? Ja, een beetje hetzelfde als in Bangladesh. Meer in het zuiden tegen India aan. En dat heeft ook veel van onze veldwerkers. Daar hebben we ook na de aardbeving, weet u wellicht nog wel van een paar jaar geleden, zijn mensen heel erg getroffen. En bij een van onze projecten nog, om dat allemaal weer op te richten, die richt zich ook op de mensen in dat gebied. Ja, en die zijn nu heel erg getroffen. Ja, en kunt u uw werk nog wel uitvoeren in die gebieden? Ja, nou, de prioriteit is nu natuurlijk niet zozeer op het leprawerk, maar zal meer zijn op noodhulp. Dus we proberen pakketten uit te delen. We hebben een plan gemaakt om 2000 hulppakketten uit te delen met voedsel, medicijnen en wat hulpmiddelen met zeilen en dergelijke. Dat men toch, als men niet het huis in kan of zijn huizen zijn weg, om dan toch ergens nog beschut te zijn. Dus dat moet op zeer korte termijn gaan we dat doen. Ja, en is er een manier waarop kijkers kunnen helpen? Nou, allereerst bidden. De regens zijn nu gestopt, dus het water daalt op veel plekken. Maar ja, er kan nog steeds weer nieuwe regen komen. Dus laten we vooral bidden dat dat niet zware regens zullen zijn. Dat het water weer naar beneden gaat en dat mensen gewoon hun leven weer kunnen oppakken. Uitstekend. Sterkte en zegen daarbij. Dank voor dit gesprek, meneer Coupri. Dank u vriendelijk. Gisteren veroordeelde president Trump uiteindelijk het geweld in Charlottesville door het extreemrechtse geweld weerzinwekkend te noemen. De vlam sloeg afgelopen weekend in de pan toen rechtsextremisten zich keerden tegen het plan om een standbeeld van de zuidelijke generaal Robert E. Lee weg te halen. Maar wie was die generaal uit de Amerikaanse burgeroorlog eigenlijk? En hoe komt het dat hij 150 jaar nadien nog zoveel emoties oproept? Daar praten we over met Europarlementariër en Amerika-kenner Peter van Dalen. Goedenavond, meneer Van Dalen. Hey, goedenavond. En welkom in de studio. Wat was de aanleiding eigenlijk van die rellen daar in Charlottesville? Ja, het beeld van Robert E. Lee dat moest weg volgens een aantal demonstranten. Er zijn al eerder beelden verwijderd, onder andere in New Orleans. Omdat dat beeld toch een donkere periode uit de geschiedenis van Amerika symboliseert. En ik vind het wel jammer hoor dat Trump echt maar een paar dagen pas gereageerd heeft. Mm-hmm. Echt te laat. En bovendien, Trump zit denk ik toch op een verkeerd spoor. Hij heeft binnen zijn eigen administratie als naaste adviseur meneer Steve Bannon. Ja. Een man die van de alt-right-beweging is, een rechtse organisatie. En ja, dan
is Trump niet alleen te laat, maar hij heeft ook mensen om zich heen die denk ik niet goed zijn in wat hij nu doet. Hij moet echt doorpakken en hij moet zich sterk maken voor de gelijkberechtiging van alle Amerikanen, ook de Afro-Amerikanen. En dat zie ik helaas niet gebeuren. Nee, maar laten we nog even teruggaan naar de aanleiding, dat beeld wat we in beeld nu zien. Een Amerikaanse generaal uit de burgeroorlog en bepaalde groeperingen willen dat beeld weg hebben. Ja. Want dit staat voor... Ja, dit staat voor de burgeroorlog en wat is er gebeurd. In de periode 1861-1865 heeft een elftal staten in het zuiden zich afgescheiden van de Unie. En vervolgens is... Ja, voordat u gaat uitleggen wat die burgeroorlog was, ik wil even naar die rellen van afgelopen weekend. Want waarom escaleert dat zo? Wat... Omdat nu al een hele tijd deze open zenuw in de Amerikaanse samenleving er ligt. Ja. De hele gevoelens rondom de burgeroorlog, rondom de slavernij, rondom de positie van de Afro-Amerikanen. Ja. En Trump verandert dat niet. Obama is wel begonnen met een verandering voor die groep in de samenleving. Obamacare was er om de armeren een betere positie te geven in de volksgezondheid. Uh-huh. En armen zijn vaak de Afro-Amerikanen. Trump heeft dat gestopt. Dus Trump is nu bezig om een beweging die ten gunste was van de zwakkeren en de zwarten in de samenleving tegen te houden. En bovendien treedt hij niet op om die gelijkberechtiging waar te maken. Ja. En een aantal mensen is dat nu opnieuw zat. We hebben dit al eerder gezien. Bijvoorbeeld rondom de schietpartij van Michael Brown, die in 2014 werd doodgeschoten door een blanke agent. Uh-huh. Dus dit is een open zenuw die eigenlijk al 200 jaar ligt in de Amerikaanse samenleving. Ja. En die van tijd tot tijd ook nu weer bovenkomt. En ik denk dat Trump daarmee de debutant is. Ja, en deze Amerikaanse generaal staat daar symbool voor. Voor die rechtsextremisten, zeg maar. Dat is hun man, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou ja, kort door de bocht geredeneerd. Kijk, die burgeroorlog, daarin was de slavernij was een hoofdthema. Het ging niet alleen over de slavernij. Het ging ook over de klassieke vraag, wat is de macht van Washington tegenover de staten? En de vraag, hoe kun je als staat je eigen economie regelen? Of moet je je dan laten leiden door Washington? Dus het was een complexere vraag. Ja. Maar de economie in het zuiden dreef wel op de katoen. En op de katoenplantages werkten de slaven. Dus een kortsluiting is gauw gemaakt. Meneer Lee was de aanvoerder van de zuidelijke troepen. Uh-huh. Dus die heeft de slavernij overeind gehouden. Dat is kort door de bocht en eigenlijk wel een juiste redenering. Maar wat je nu ziet is, alles wordt nu aan Lee gekoppeld. En hoe komt dat nou? Dat heeft te maken met die stambeelden die jullie zien. Er zijn twee perioden geweest in de Amerikaanse geschiedenis waarin Lee en zijn rechterhand Jackson en andere geconfedereerden vernoemd zijn op straten, gebouwen, scholen, counties en ook met standbeelden. Dat was in de periode 1900 tot 1925. Hè, dit standbeeld is uit 1924. En in de periode van de jaren 50 na de Tweede Wereldoorlog. En wat gebeurde er in die twee perioden? In die periode tussen 1900 en 1925 was er de Lost Cause-beweging. Een beweging in het zuiden. En die zei, hoe kon het toch dat wij die oorlog hebben verloren? Wie is daar de schuld van? En ze hebben toen eigen generaals ook aan de schandpaal gaan halen. Mm-hmm. En dat ging samen met een emancipatiebeweging van de Afro-Amerikanen. En toen was er in het zuiden de wens, laten we standbeelden gaan neerzetten. Laten we straten gaan maken met die namen. En dat hebben we ook gezien na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Toen was er de rassenscheiding. Hè. Afro-Amerikanen mochten niet in één bus zitten met blanken. Mm-hmm. En toen hebben we ook in het zuiden was er de roep, ja, maar we willen wat symbolen zien van onze roemrijke historie. Toen zijn er ook veel van die standbeelden neergezet. Ja. Dus die standbeelden symboliseren een donkere periode uit de geschiedenis. En daar wordt nu tegen opgekomen. Ja, we gaan even kijken naar een filmpje waarbij zo'n standbeeld omvergetrokken wordt en mensen er tegenaan schoppen letterlijk. Ja. Daar gaat er een. Ik weet niet wie dit is, welke generaal. Dit is geen generaal. Dit is een standbeeld van een soldaat, een zuidelijke soldaat. Ja. Normaal droegen ze grijze bekleding. Dat staat ook op het standbeeld, hè, voor The Boys Who Wore the Gray. Mm-hmm. Dus deze man symboliseert een soldaat uit het zuidelijke leger. Dit is in Durham is dit gebeurd, in North Carolina. Ja, en je ziet met welk een fanatisme men daartegen aankomt. Maar dat is denk ik nu toch ook vanwege de situatie rondom Trump. Trump laat zich in zijn tweets altijd heel snel zien. Nu duurde het 2 dagen. Ja. Hij kwam te laat. Hij heeft mensen in zijn eigen staf
die de verkeerde kant op gaan. En wat hij vooral moet doen, dat is, vind ik ook echt een kans voor Trump. Zorg nou dat die gelijkberechtiging gaat plaatsvinden. Hij kondigde in zijn campagne bijvoorbeeld aan, ik ga 1 miljard dollar per jaar besteden aan de verbetering van de infrastructuur. Nou, met name in de zuidelijke staten is de infrastructuur belabberd. Laat hij daar werk van maken. In het zuiden laat hij dan Afro-Amerikanen een kans geven op werk, op verbetering van de situatie. Maar zou je dan kunnen zeggen dat in Amerika nog altijd de scheiding is tussen Noord en Zuid, rijk en arm, blank en zwart? Alleen niet openbaar, maar onderhuids dat nog speelt? De hele kwestie van de slavernij en blank en zwart is een open zenuw waar wij als Nederlanders aan hebben meegewerkt. Hè? Want we hebben veel verdiend aan het transporteren van slaven uit Afrika naar Amerika. En zeker in de 19e eeuw is er veel discussie geweest over de positie van de slaven. Moeten die in nieuwe staten vrij worden verklaard, ja of nee? En er was ook discussie bijvoorbeeld tussen Lee en Lincoln. Lee zei, slavernij is een evil, is een kwaad. Ja. Maar hij deed er niks tegen. Lincoln zei aanvankelijk, ja, laten we de slaven terugbrengen naar Afrika. Dan kunnen ze daar vrij leven. Lincoln heeft een ommekeer, een bekering gemaakt. Ja. Die heeft in 1863 een proclamatie gedaan en gezegd, de slaven mogen vrij zijn. Dat waren wel of slaven in staten waar hij toen nog geen zeggenschap over had, in het zuiden. Maar dat was wel de aanzet, Lincolns daad, tot het 13e amendement op de US Constitution, namelijk afschaffing van de slavernij. Dat is doorgevoerd in december 1865. Dus Lincoln heeft zich echt omgekeerd en radicaal tegen de slavernij gekozen. En Lee bleef altijd niet echt uitgesproken over de slavernij. Heeft zich ook als slavenhandelaar daar niet tegen verzet. Maar waarom wordt die Lee dan nu geclaimd door die extreemrechtse groepering? Dat is eigenlijk hetzelfde als wat we zagen bij die plaatsing van die standbeelden en die namen van schepen, gebouwen en scholen in die begin van de vorige eeuw en in de jaren 50. In het zuiden zoekt men op een of andere manier nu een symbool van zuidelijke waarden. En helaas komen ze dan uit bij Lee. En vallen ze terug op een donkere tijd uit die geschiedenis, die slavernij. Dat zouden ze niet moeten doen. Maar vooral Trump zou nu moeten optreden, moeten zeggen, dit wil ik niet, dit kan zo niet. Ik wil de positie van de Afro-Amerikanen, Amerikanen echt verbeteren en daar werk van maken. Ja, dat doet hij helaas ook niet. Nee, want de president is de samenbindende factor. En die moet verzoenende taal uitslaan en arm steken om de slachtoffers. Er zijn ook doden bij gevallen helaas, bij die protesten. Zeker. Kijk, Obama heeft een stap gezet om die gelijkberechtiging waar te maken door Obamacare. Ja. Trump stopt dat nu. En Trump zou juist zich moeten omkeren, moeten zeggen, ik kom op voor deze mensen. Ik ga ook naar deze toestand, bijvoorbeeld in Durham, toe. Ik wil de mensen bij elkaar brengen. Maar ik maak er dus ook werk van om de Afro-Amerikanen op een beter plan te brengen en te verbeteren in de situatie waarin ze leven. Want helaas, vele armen zijn Afro-Amerikanen. En we hebben natuurlijk allemaal gezien de Church Massacre in Charleston. Hè, 9 mensen en zwarte mensen in de kerk doodgeschoten. Hij moet zich veel meer opstellen, niet alleen in woorden, maar ook in daden, om deze open zenuw van de Amerikaanse samenleving, die eigenlijk al 200 jaar bestaat en die geëscaleerd is in die burgeroorlog, om die open zenuw nu definitief om daar afscheid van te nemen. Dat moet hij doen. Maar die zal blijven, want die haal je niet weg door het weghalen van standbeelden en wegen te hernoemen. Je geschiedenis blijft toch? Het blijft zolang de situatie van de zwarte in Amerika slecht is, er geen werkgelegenheid voor ze is, de leefomstandigheden slecht zijn, de volksgezondheid slecht voor ze is. En hij, Trump, moet nu die kans grijpen om te zeggen, ik ga dat veranderen. Ja. Ik ga de positie van de Afro-Amerikanen verbeteren. Ik maak daar een plan voor. Ik zet daar geld voor vrij. Dan zou die werkelijk misschien wel de grootste president aller tijden kunnen worden. Mm. Nou, goed advies aan hem. Wat is de rol van de kerken in deze? Want racistisch geweld wordt veroordeeld door kerkleiders. Alleen zegt de voorzitter van de African American Network, Jamar Tisby, die blanke predikanten, die zwakken dat racisme wel af, maar het is een sociale kwestie voor hen. Het zit niet in hun hart. We hadden het net over die burgeroorlog. Die burgeroorlog was een vreselijke oorlog waarin broers tegen elkaar vochten, hartsvrienden tegen elkaar vochten. Ja. Christenen tegen elkaar vochten. En dat was misschien wel het meest bijzondere. Het waren allemaal gelovige mensen. Ja. De eerste gevangenen bij de slag bij Gettysburg, die riep, oh,
I haven't done my morning Bible study yet. Nou, dat zou je toch bij je gevangenneming niet roepen. Ik heb mijn Bijbelstudie nog niet gedaan. Precies, maar dat signaleert wel, het geloof speelde een grote rol. En ik vind dat men eigenlijk net zo als de Wilberforce-beweging zou moeten zeggen, moet het geloof gebruiken om een ommekeer te maken voor de slavernij. En een ommekeer te maken voor de Afro-Amerikanen. En hen te helpen aan een verbeterde situatie. En in dat opzicht vind ik dat de kerken zich veel krachtiger moeten uitspreken richting Trump. Mm-hmm. En tegen hem moeten zeggen, grijp nu je kans. Maak deze open zenuw die we al zo lang in onze samenleving hebben nou eindelijk eens af en verbeter de situatie voor de Afro-Amerikanen. Ja, want u komt veel in Amerika. Is daar ook een verschil als je in die zuidelijke of in die noordelijke staten bent? Hoe mensen elkaar bejegenen? Nou, er is bijvoorbeeld een verschil. Denk even aan de naam van de Amerikaanse minister van Justitie. Dat is meneer Sessions. Maar die heet voluit Jefferson Beauregard Sessions. En Beauregard was de held voor het zuiden van Fort Sumter. Hij begon de oorlog door een artilleriebeschieting te maken op Fort Sumter. Dat was bezet door het noorden. Dus je ziet zelfs in naamgeving dat mensen nog verbonden worden aan die donkere tijden van de geschiedenis die in het zuiden domineerde. Ja. En je ziet het ook in al die naamgeving. Die naamgeving van scholen, van Lee en van Jackson, is in het zuiden. Dus ja, helaas, in het zuiden is toch nog een grote onderstroom die de Afro-Amerikanen verkeerd beziet en wegzet als een verkeerde groep in de samenleving. En Trump zou dat moeten veranderen. Ja, ja. U zei het al, we hebben als Nederland er ook een rol in gespeeld door de slaven te vervoeren van en naar. Is dit iets wat in Amerika speelt of zien we dit ook in Europa, CQ in Nederland? Nou ja, we hebben in Nederland meneer Jan Pieterszoon Koen, hè, die eigenlijk ook, laten we zeggen, de eerste uitzettingen maakte rondom de apartheid in Zuid-Afrika. Hè. Hij is natuurlijk ook een omstreden figuur in Nederland geworden voor sommigen. Maar ik denk dat zo'n enorme beweging, zoals we nu in Amerika zien, die zal hier in Nederland of in Europa niet komen. Mm-hmm. Puur vanwege het feit dat zoveel mensen uit Afrika zijn overgebracht naar Amerika en daar al honderden jaren in een achterstandspositie leven. Ja. En dat zien we hier in Europa niet. Dus ik verwacht niet dat er in Europa ook zoiets ontstaat. Hoewel sommigen al wel geroepen hebben, laten we ook maar de Jan Pieterszoon Koenstraat gaan vernoemen. De Koentunnel. Vernoemd naar hem. Nou, misschien dat een enkeling dat roept. We hebben gelukkig genoeg musea waarin we dat allemaal uitgelegd hebben. En de massaliteit van het probleem van Amerika, namelijk de Afro-Amerikanen in hun achtergestelde positie, die kennen we gelukkig niet hier in Europa. Ja, maar even tot slot, u zei Trump in zijn regering en in zijn omgeving in het Witte Huis zitten mensen die eigenlijk weg zou moeten sturen. Waarom? Omdat die hem verkeerd adviseren? Voilà, meneer Steve Bannon is een belangrijk adviseur van Donald Trump. En die is voorman van een ultrarechtse beweging. Ja. En wat heeft dus, denk ik, het effect gehad van zijn aanwezigheid in het Witte Huis, dat in de verkiezingscampagne Trump toch een beetje aangeschort is tegen die rechtsextremisten. Mm-hmm. En dat hij nu ook, denk ik, heel laat reageert, heeft toch te maken, naar mijn overtuiging, met het feit dat Trump zich niet zo durft af te zetten tegen die extreemrechtse figuren. En een van zijn mensen die naast hem zit en hem daarin adviseert, die zit in het huis, meneer Steve Bannon. Ja. Nou, zolang die nog naast hem zit, verandert Trump niet. Want hij zou afscheid moeten nemen van hem en zich rechtlijniger moeten opstellen in zijn uitingen naar de Amerikanen. Dat is mijn pleidooi. En niet alleen in woorden en in tweets, maar ook in daden. En ervoor zorgen dat de achterstandspositie van de Afro-Amerikanen na zoveel jaren eindelijk verandert. Mm. En dan, nogmaals, dan staat er een president op van het kaliber van een Lincoln, die ook veranderd is. En die heeft gezegd, ik wil de positie van de slaven veranderen in mijn land en de slavernij verbieden. Nou, zo'n kans gun ik Trump ook van harte. Laat hij dat doen, alsjeblieft. We gaan kijken hoe zich dit gaat ontwikkelen. Dank voor de komst in de studio, Peter van Dalen. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Morgen bij Leven en Welzijn zijn we er weer. Dag!